jaar gaan we een nieuw gebouw zetten in ons Turtdorp. Want jullie mogen bepalen wat ik ga bouwen. Als jij mocht kiezen wat voor gebouw er in Turtdorp komt, wat zou jij dan kiezen? Haha, ja jongens en meisjes. Welkom bij weer een nieuwe video van de Noobspeler in Kleurstad. We gaan vandaag weer heel veel leuke avonturen beleven. Maar voordat we dat gaan doen, zetten we natuurlijk eerst wat mensen op mijn vuurtoren of fame. Deze keer zijn dat Arie Groeneveld, Marloesi Pankic, Sabrisi en Ilian van Leeuwen zegt: hallo Noob, maak een gevangenis van Turt. Ik heet Ilian. Haha, ja, dank jullie wel voor de leuke reacties. Jullie hebben het zeker verdiend om op de vuurtoren of fame te komen. En zeker met dat goede idee, een Turtgevangenis. Want ik heb helemaal geen gevangenis hier in mijn Turtdorp. En dat is wel gevaarlijk voor als er dieven komen. Dus gaan jullie met me mee naar de vuurtoren of fame. Hoho. En die is hier boven. En oh, dan moet ik wel een bordje meenemen. Die is hier. En dan ga ik hier naar boven. Want daar moeten jullie erbij komen te staan hier boven op de vuurtoren. Kijk eens, nu hebben jullie ook een mooi plekje op mijn vuurtoren of fame. En wat doen we als we bij de vuurtoren zijn? Dan springen we natuurlijk altijd naar beneden. Maar wel in het water, want dat doet geen pijn. Hoho, kijk, mijn Turtdorp wordt steeds groter met alle gebouwen. Heb jij nou ook een leuk idee voor mij te bouwen in Turtdorp? Dan moet je me dat zeker even laten weten in de comments. En dan springen we er hier af. Hohoho, plots in de water. En nu is het mooi, want gisteren heb ik namelijk heel deze mooie achtbaan gebouwd waar ik in kan zitten. En dan ga ik super snel. Dit is een superleuke achtbaan, want die gaat helemaal naar boven bij de Turtberg. En dan gaat hij daarna weer heel hard naar beneden. Maar nu gaat hij heel hard omhoog. En hier gaan we ook nog omhoog door de grotten. En dan komen we bij mijn Eiffeltoren. Die heb ik ook gebouwd. En wat dat vonden jullie... Hé, botsen tegen de varken en nu ging ik niet meer hard. Nou, je hebt mijn achtbaan kapot gemaakt, varken. Oh, hier zit ook een koetje in. Ik bevrijd je nu wel. Ik kan er niet bij. Nee, sorry voor een koetje. En varken. Maar kijk dan hoe leuk boven de lava. Dit is wel leuk. Kom maar, jongens. Alleen, hij gaat nu wel zacht door een varkentje. Jullie mogen niet op de weg staan, varken. Ga weg. Kijk uit. Hier gaan we naar beneden. Over het hoofd van Mick 1. Woep. En dan hier naar beneden. En dan daar weer naar beneden. Bij mijn noobspelerhoofd. Kijk, die gaat super hard naar beneden. En nu kan ik gewoon ook uitstappen wel. Oh, kijk, daar gaat mijn karretje. Maar die gaat dan terug naar huis. Daar moet je beginnen bij de achtbaan. Daar komt hij wel. Dat is wel leuk. En vandaag hebben we dus een heel leuk idee. Want ik moet wel een gevangenis hebben voor de dieven. Als ze bij mijn McDonald's stelen bijvoorbeeld. Want wie doet dat nou bij McDonald's stelen? Dat mag niet, hè? Mag niet hier bij McDonald's spelen. Dan pakken we hier wel even het eten. Hop, 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 hop. En dan zijn we klaar om te gaan om een gevangenis te maken. En ik heb wel een goed idee waar mijn gevangenis moet zijn. Ik heb namelijk ooit een gebouwtje van Turt gemaakt in de Turtberg hier. En ik weet niet meer hoe ik daar moet komen. Ja, kon ik daar via het water komen. Maar hier had ik ook ergens een ingang. Die gaan we nou gebruiken, want ik wil kijken of mijn gebouwtje van Turt er nog staat hier binnen. Ja, kijk! Daar staat hij. Au! Dit is wel een mooie locatie voor een Turtgevangenis. Want hier zit je gelijk helemaal in de grot en verstopt. En dan kan niemand weten dat je hier bent. Maar kijk, maar dit is gewoon een Turthuisje. Dus hier moet eigenlijk gewoon een gevangenis van gemaakt worden. En ik heb wel een idee. Ik wil namelijk ijzeren tralies. En ik weet eigenlijk ik wil maar eigen licht. Ja. Die heeft Cluster nooit gehaald voor mij. Oh ja. En die is in Kleurstad. Dus daar gaan we heen. Met de trein. Niet met de achtbaan, nee. Maar wel met de trein. Daar kom ik er namelijk wel. En dat is zo. Gaan we zo hard naar beneden. Dit is de leukste trein van de wereld. Want met deze trein ben ik snel in Kleurstad. Dat is toch super geweldig. Oké, en wat gingen we halen? We gingen namelijk iron halen. En ik weet waar dat ligt. Want daar heb ik vorige keer ook een keer in een kistje gekeken. En toen had Kleurstad best wel wat iron in zitten. En ik weet zeker dat hij dat niet erg vindt als ik dat even ga lenen. Want waar het hier nou in zit? Kijk, hier zitten fakkels in en dit. Maar dat weet ik niet wat is. En hout en... Oh, ja, kijk, iron. Ja, dan ga ik gewoon wat meenemen. Dat zal hij echt niet erg vinden, hoor. Hey, Noobie. Hallo, Klus. Noobie, wat ben je aan het doen? Ik ben wat dingetjes eruit de kist halen die van ons is, toch? Ja, van ons. Dit is mijn boeken. Maar je hebt hem onder mijn huis gebouwd, dus dat is ook een beetje voor mij, toch? Nou, ja. Dan, maar dit zijn mijn spullen. Ja, maar ik had iron nodig, want ik wil ook eigenlijk een Turtgevangenis maken in Turtdorp. Zodat als er proeven komen, dan kan ik ze opsluiten. Oh ja, echt waar, in een Turtgevangenis? Denk je dat er zoveel dieven komen? Nou ja, dat weet ik niet. Maar als er een dief komt, dan heb ik in ieder geval een gevangenis, toch? Ja, dat klopt.
klopt, dat klopt. Maar wie zijn nou stelen hier? Nee, niemand. Niemand steelt hier, toch? Nee, dat zal, dat zal. Maar Noobie, als jij een dutgevangenis gaat maken, dan heb ik wel iets moois voor jou. Oh, jawel, wat dan? Dan moet ik even pakken uit mijn winkel, ja? Ik heb het namelijk net binnen. Oké. Oh, dat is wel handig. Oké, wat kunnen we hier nog meer meenemen voor in de dutgevangenis? Wat hout kunnen we wel meenemen? Misschien wat steen, dan hoef ik dat ook niet meer te hakken. Wat hebben we hier nog meer? Weet ik niet. Oh ja, hier is ook nog de kluis van Klus. Oké, snel. Dan kan hij... Oh, sorry camera. Ja, we kunnen wel wat goud meenemen. Dat vind ik wel leuk. Oké, we hebben wat goud meegenomen. En dat moet snel voor dat Klus terug is. Dat heb ik niet in zijn kluis. Nee. En wat zat hier nog in? Noemie, daar ben ik weer. Oh, ja. Ik heb niks. Ik heb alleen maar hout en zo, hè. Oh, ja. Want je mag niet zomaar stelen, hoor. Maar ik heb namelijk deze voor jou. Oh, wat is dat? Ja, dat is dit, Noemie. Ja, durf, dat ken ik wel. Maar het ziet er heel raar uit. En het heet ook anders dan dirt. Dit is de sterkste dirt die er is. En dat is goed voor een gevangenis. Oh, is dat zo? En dan? Nou, doe maar eens neerzetten. Oké, en nu? Hé, ik kan het niet meer weghalen. Nee, dit is zo sterk. Dit kan je niet weghalen. Dus dat is goed voor een gevangenis. Wow. En zelf met een skip lukt het niet. Oké, weghalen met een schep. Ja, zie je, dat lukt ook niet. Dus dat is wel handig voor jou in de gevangenis. Oh ja. Dat is zeker handig. Oké, en nu staat hier een duchtblokje wat je niet kan weghalen. Ja, dat klopt. Dit is niet zo handig. Dan moet ik even iets bedenken zodat ik hem weg kan halen, hoor. Ja, want nu staat er gewoon een duchtblokje midden in de bunker. Noobie, je moet dat ook niet zomaar neerzetten, want je kan het niet meer weghalen, ja? Oké, dus ik moet heel voorzichtig zijn. Noobie, maar wel alleen een dut opbouwen. Niet voor de deur zetten van Giel of zo, hè? Oh nee, dat zal ik echt niet doen, hoor. Oké, dan is het goed. Dus we hebben nu een hele sterke ducht, wat je dus niet kan weghakken. Oh, dat is niet handig. Dan moet ik dat niet zomaar gaan neerzetten, want anders kan niemand het meer weghakken. En dat is niet... Au, slim. Oké, dan gaan we hier naar de trein om terug naar Duchtdorp te gaan, zodat ik een mooie gevangenis kan bouwen. En dan zijn we weer bijna in Duchtdorp, want hier ga ik omhoog voor mijn Duchtdorp. Oké, hier eruit. En nu hebben we een supersterke ducht, want niemand kan slopen. Zelfs ik niet, dus ik moet het wel echt goed gaan neerzetten. Anders dan heb ik een probleem. Ik ben wel blij dat Klus mij vertrouwt met deze ducht. Maar ja, dat weet hij ook wel, want ik heb wel echt een gevangenis nodig waar niemand uitkomt. Want als je... Au! Als je dus in deze gevangenis zou zitten en je zou een schepje bij hebben... Kijk, dan is de ducht super makkelijk weg te halen. En dat is niet goed. Zeker niet met een schepje. Dus wat we gaan doen, is we gaan hier de binnenkant helemaal voor deze ducht zetten. De gevangenis in ieder geval, waar ze dan niet uit kunnen. Dat is goed. Oeh, ik hoop dat ik genoeg heb. Dan maken we een kleine gevangenis. Zo, is hij helemaal vol ducht dicht. Oeh, ik denk dat ik niet genoeg heb. Dan moet ik terug naar Klus gaan opnieuw te bestellen, want... Oh nee, ik moet iets meer hebben, jongens. Zien jullie dat? Oh nee, ik heb er eentje verkeerd geplaatst. Hoe moet ik dit nou weghalen? Oh nee, dit is echt dom. Oh nee, hij moest namelijk hierin. Oké, ik ga al tegen Klus zeggen dat ik een foutje heb gemaakt. Dan gaat hij niet leuk vinden. Snel met de trein terug. Yippie, daar gaan we weer. Woe! Kijk, met de trein is het super snel. En is het helemaal geen probleem om overal snel heen te komen. Dat is wel handig. Kijk, deze kan ook snel naar boven. Oké, het duchtblokje staat er nog. En die kan ik echt niet weghalen. Zie je dat? Hoe lang ik ook zit te hakken met mijn handen. En zelfs met deze lukt het echt niet. Oh, dit wordt echt één grote puinhoop. Hoe kunnen we dit nou weghalen? Ik hoop dat Klus een idee heeft hoe we het weg kunnen halen. Want anders zit mijn gevangenis ook niet goed ingericht. Hopelijk kan Klus ons helpen. Want misschien heeft hij al wat gevonden zodat we het echt weg kunnen halen. Hallo Klus, ben je in de winkel met de camera? Ja, hallo Noobie, ik ben gewoon in de winkel. Oh, hoi Klus, ik had nog een vraagje. Heb je meer deugd voor mij? Want ik had niet genoeg deugd om de hele gevangenis te maken. Oké, ik heb nog wel één stek voor je. Oeh, ik had nog deze gevonden voor die deur. Oh, wow, dit is dezelfde deur als in de gevangenis. Ja, Noobie. Oh, dat is wel mooi, dat is wel goed voor de gevangenis. Ja, toch, dat vind ik ook. En lukt het een beetje met de gevangenis? Nou, ik had dus al deugd dat ik al verkeerd neergezet. Dat was niet zo handig. Oh, nee Noobie, dat is zeker niet handig, want ik weet nog niet hoe ik het weg moet halen. Oké, en de deugd in de bunker dan? Ja, dat dus ook niet. Oké, ga jij daar maar aan werken, dan ga ik een gevangenis maken. Oké, dan gaan we terug naar Duchtdorp met de trein. Zijn we er super snel. En dat is geweldig, toch? Ik ben wel blij dat Klus me helpt met deze speciale deugd. Oh, die moet ik niet in mijn handen houden, want dadelijk zet ik die per ongeluk in de trein neer. En dan is de trein dichtgebouwd. En dan kan niemand meer door naar Duchtdorp. En in Duchtdorp is het wel superleuk, dus dat zou helemaal niet handig zijn.
Hier ben ik, oké. Ik moet wel natuurlijk goed de deur inzetten, want anders heb ik een probleem. Maar met deur kan ik wel heel goed werken, ook al is deze deur heel sterk. Die kan ik niet eens weghalen. Oh nee, dat zou echt niet handig zijn. Oké, kijk, dan zet ik hem hier neer. En oh, dit wordt de echte gevangenis. Hier kan je niet uit. Ja, en dan moeten we eigenlijk ook nog de hele grond van deur maken. Dit kan je nou niet weghalen. Oké, dit kunnen we wel weghalen. Ik heb geen pickaxe. Dan moet ik dit allemaal weghalen met de hand. Weet je hoe lang dat duurt? En ik krijg er niet eens stenen van. Daarvoor moet ik met een pickaxe doen. Dat duurt toch echt super lang zo? Oh, nee. Schiet op. We hebben het weggehaald en nu kunnen we dus de deur neerzetten. De sterke deur. Oh, daar heb ik ook nog een beetje over. Oh, ja. Oké, deze mag ook nog weg. En dan moeten we hier nog een deurblokje waar mensen kunnen slapen en kunnen zitten. Maar deze deur kan ik nou ook niet weghalen. Dit is niet de... Oh, dan had ik normale deur moeten doen. Oké, maar we gaan wel een deur neerzetten. Oh, en hier moet ook een deurblokje. We moeten een code verzinnen die ik absoluut niet mag vergeten. En wat is nou een goede code? We maken de code van 1, 2, 3, 4, 5. 5 cijfers doen we ervan. Hahaha, wat is handig. Oké, dit moet ik echt opslaan ergens. Want dat is wel een goede code. Oké, dit moeten jullie ook meehelpen onthouden. Want als ik dit vergeet, dan kom ik er nooit meer in. Maar kijk jongens, we hebben nu een echte deurgevangenis. En dat is wel handig. Vooral als er echte boeven komen. Of om een keer iemand te pranken. Zoals Skiel of Mick. Dan kunnen ze er echt niet uit. Of misschien de pro. Misschien weet hij wel hoe je die hele sterke deur weg gaat halen. Ik weet het niet. Dit is toch geweldig. Ja jongens en meisjes. Nu heb ik super sterke deurgevangenis gemaakt. Waarbij we mensen in kunnen stoppen als ze stout zijn in mijn deurdorp. Mijn deurdorp is wel het mooiste. Als er iemand iets kapot maakt, dan gaat hij in de gevangenis. En ik heb goud. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je even zeker abonneren. Wil je nog een Noobie video zien? Klik dan op deze. Of op deze video. Dan moet je klik. Ja, dat is wel leuk. En mijn Noobhoofd is hier echt super de pippa mooi. Woe, ja. Oh nee. Oh, en hier heb ik ook nog vuurwerk. Au, oh, ik moet niet nog een keer vallen. Doei, vuurwerk. Woe.